Ja, aanvoerder, het is jammer dat je voor complimenten geen punten krijgt, hè? Nee, dat klopt. Een beetje hetzelfde als vorige week, dat gevoel. We beginnen wel heel slecht, moet ik zeggen, na 2 minuten. Kun je al 2-0 achterstaan. Maar daarna groeien we in de wedstrijd. De eerste helft, denk ik, spelen we redelijk. Krijgen we iets meer de controle. Naarmate de wedstrijd vordert. En de tweede helft, denk ik, dat we juist heel goed spelen en echt de controle hadden. En PSV zakte wat in. Wij werden steeds sterker. Alleen we moeten die 1-1 maken. En de eerste helft had het gekund met een paar kansjes, een paar schoten. Een paar keer sta je buitenspel. Maar de tweede helft heb je, denk ik, echt goede kansen gehad. En als je daar één van maakt, dan ga je er misschien wel overheen, denk ik. Dus een 3-0 is wel een aparte uitslag eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat als je naar Eindhoven rijdt, dat je verwacht dat je zo'n wedstrijd speelt. Hè, waarbij de einduitslag 3-0 wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op het veld het gevoel had van er valt wel echt wat te halen op een gegeven moment. Ja, dat hadden we heel erg. Dat merkte hij ook aan de ploeg. Iedereen wilde vooruit. Aan de bal konden we elkaar goed bereiken tussen de linies. We draaiden open, we creëerden goede kansen en goede aanvallen. En ik had gewoon het gevoel dat we echt sterker waren als PSV. Vooral de tweede helft. En ja, dan is het bizar nogmaals dat je 3-0 verliest. Dan had de speler rond bij PSV. Die zorgt ervoor dat bij jullie 3 spelers een gele kaart krijgen. Waaronder jij, Lozano. Neem ons eens mee naar dat moment, want je was woest, hè? Ik was heel boos, ja, want in mijn ogen speel ik gewoon de bal, weet je. Ik tik eerst de bal weg en die bal zie je ook volgens mij naar Robin Pruppen rollen. En ja, dan neem je misschien iets mee, maar voor mijn gevoel was dat ook niet zo. Maar ja, weet je, daar kan hij heel veel geven. Dus ik was op dat moment gewoon gefrustreerd en ik was boos. En voor mijn gevoel was het een sliding op de bal en ik wil die beelden wel eens zien. Wat was eigenlijk het tactisch plan? Want jullie hadden het iets anders ingevuld dan de afgelopen wedstrijden, hè? Met nu bijvoorbeeld zonder Gladon. Kun je eens uitleggen wat jullie graag wilden tegen PSV? We wilden graag met een iets valsere spits spelen en dat was Brandley Kuwas vandaag. En met de diepte van Jaroslav Navratil kun je denk ik ook gevaarlijk worden. Dat heb je de tweede helft wel gezien. Dus dat was een beetje het plan, dat zij er overheen moesten lopen. En Christopher Pettersson, die ook aardig wat snelheid heeft en daar ook gevaarlijk in kan worden. En dat zie je dat Brandley soms uitzaakt en dan kan hij open draaien, kan hij op goal schieten. En dat pakt er denk ik zeker wel goed uit. Alleen we belonen onszelf niet. Dat is natuurlijk het verhaal. Je speelt nu 3 thuiswedstrijden op een rij spelen tegen eigenlijk ploegen waar je punten tegen moet pakken. Ja, dat vind ik wel, weet je. Het zijn zeker geen slechte ploegen waar we tegen spelen, laten we dat voorop stellen. Maar weet je, thuiswedstrijden zijn altijd de wedstrijden waar wij punten moeten pakken. Daar zijn we sterk, daar voelen we ons goed. En we moeten eerst voor de beker, hè. En dan komen volgens mij Venlo en Groningen uit mijn hoofd. Dus dat zijn belangrijke weken voor ons.